vlog. Video. Mijn naam is Rijn de Keizer. Ik ga vandaag wat superleuks doen. Namelijk een video met mijn moeder opnemen. Ik heb een video gemaakt voor mijn. Een parcours gemaakt voor mijn moeder. En die gaat zij dus doen. Ja, ik vind het spannend. Ik ben niet zo goed in Minecraft. Ryan heeft het in Minecraft gemaakt. Ik heb het niet te moeilijk gedaan. Oh, gelukkig. Oké. Okay. Ik denk dat de meeste mensen wel weten wat voor blokken er allemaal in zitten. Ik ben benieuwd. Laten we maar starten. Oké. Okay. Moet ik gelijk gaan parcouren? Okay, ja. Nou, start er maar op. Parcours, mama. Ja. Ik vind het gewoon zo leuk voor jou. Ik vind het leuk voor mij. Ik vind het vooral spannend. Dit is dus dat hele parcours. Jeetje. Oké. Okay. Ik weet niet eens hoe ik moet springen. Met kruisje. Oké. Okay. En nou. Weghakken is deze. Als je zo zit, dus ja. Deze weghakken. Oké. Okay. De onderste. Wacht even, dan zet ik... Nou jongens. Dan zet ik je even in survival. Ja. Je moet dood kunnen gaan. Nou, lekker dan. Ja, maar dat hoort bij dinges. Oké. Okay. Nou, zo krijg ik er nog meer zin in. En dan survival. Oké. Okay. Nou, dan mag je zo beginnen met het koeren. Oké. Okay. Dit is springen en dit is lopen. En okay. Dit is weghakken. Wacht, heb je nou... Dit is weghakken, bedoel ik. Oké, okay, je haalt hem bijna weg. Nee, joh. Je kan hem niet weghalen als het duurt heel lang. Nou, oké, okay, neemt je scherm op? Ja, dat is goed. Dus wel even ik weet niet hoe het werkt, hoor. Checken. Check maar even. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe we dit moeten doen. Nee, ja, nee, die. Ja, hij neemt op. Oké. Okay. Dus kruisje springen. Ja, ik wens je veel succes. Dankjewel. Jij hebt het parcours... de eerste is me gelukt. Oh. Ja. Ja! Hé, wat is dit? Wat staat daar? Deze heb je nodig. Die de kist maar open. Hoe doe ik hem openmaken? Moet ik het zelf? Oh, met deze. Met die. Okay, en die mag je pakken. Die schep. Een schep. Met kruisje? Neem een driehoekje. Een driehoekje. Ja, dan mag je een rondje. Een rondje. Ja, en dan mag je dat aarde weg gaan hakken. Met die schep. Ja. Nee, dan moet je niet droppen. Ja, loop er tegenaan, dan heb je hem weer. Een schepje. Dit bedoel ik dus. Oh mijn god, dit gaat zo lang duren. Nee, ik kan dit. Oh, ik kan dit. Hoe lang denk je dat ik erover ga doen? 10 jaar. Letterlijk 10 jaar. Nou. Als je naar beneden valt, moet je weer helemaal hier beginnen. Nee, heb ik geen checkpoint. Nee. Ik kom nog niet eens weer op het eerste blokje. Dit bedoel ik dus, jongens. Oké, even goed ervoor staan. Even concentreren. Het ging net zo goed. Moet ik het even voor je doen? Nee. Oh, deze video gaat lang duren. Echt niet. Nou jongens. Ik vraag me ook af hoeveel dit met de moeder ooit hebben gedaan. Ja, die zombie gaat je aanvallen. Nee. Ik heb een schep. Ik heb dood. Ik heb een schep. Ga weg. Baby. Die gaat dood. Baby. Hé, ik raak hem. Ik raak hem. Leg hem dan. Nee. Ik heb twee hartjes. Nee. Ah, geef maar. Nou, dat was mijn eerste keer. Oké. Okay. Oh, kijk hoeveel. Hoe kan dat nou? Ik doe het even beter. Ga jij me gewoon nu al helpen? Ik was nog op blokje 1. Ik ga het even. Met een schep. Ja, ik ben blij dat Ryan het even van me overneemt. Want... Nee, ik heb 1 hartje. Nee. Waarom is dit zo moeilijk? Oh, je vindt het zelf ook moeilijk. Ik
dan ga ik even heel ver weg. Waar ga je helemaal heen? Omdat ik even vreedzaam, dan komen die monsters niet meer. Oh, spinnen. Ik zie spinnen. En die kunnen ze niet meer komen. Kijk, nu is alles weg. Oké. Zo. Hé, hey, dag. Oké, nou, ach, vakkertje. Oh, twee. Oké, dus ik mag het weer gaan proberen. Ja, als jullie weten wat dit soort blokken zijn, laat het weten in de reacties. En laat zeker weten of je het kan hakken of niet kan hakken. Want? Hé, hey, mijn parcours. Ja, ik help je even. Dankjewel. Ja, nu mag je door de deur gaan hakken. Kijk uit dat je niet weer naar beneden valt. Hakken. Nee, met die schep. Nee, die moet je echt druk houden. En gebruik die schep. Dat gaat sneller. Ah ja, kijk dan. Ja, dan moet je wel kijken. Je kan omhoog kijken. Oh ja. Jeetje. Wat heb ik gedaan? Hoezo, wat heb je gedaan? Is niet goed? Jawel, maar dat doe je. Ja! Dat. Oh nee. Nu moet je helemaal omhoog. Dan ga je niet menen, Ryan. Oh, je kan de deur gewoon gebruiken om omhoog te bouwen. Oh, wat een slimme tip. Ik kan omhoog kijken. Oh ja, ik moet dus zelf omhoog kijken. Je kan gewoon bouwen, letterlijk. Je kan daartussen bouwen. Ja, ik heb hem. Je moet er langs lopen. Hoe dan? Hoe dan? Kan ik dit weghakken? Dat mag niet. Jullie weten sowieso wat ik bedoel. Er langs lopen? Op mijn tenen? Hoe kan ik op mijn tenen lopen? Kan ik het zo, schuin? Kan het zo? Ja! Kan je ook als je gewoon naar voren kijkt? Jeetje! Nee. Maar je kan gewoon bouwen. Weet je, bouwen is bij hoe? Nee. Met deze. Kijk! Oh, dat is gemeen! Ja, geef eens. Oh, ik was zover. Maar dat is cheaten. Doei. Dankjewel. Je zit me gewoon uit te lachen. Oh, waar ben ik nou? Kijk, je kan doodgaan. In die lava. Shit. Maar, ja. Je moet dat hakken. Nee, daar moet je op springen. Oké, kijk wat ik heb gedaan. Oh mijn god. Jij bent niks level. Kijk jouw gezicht ook echt, hè? Je mag... Nee! Je bent dood! Je bent dood! Oh, zo flauw. Oh, dat vind jij leuk. Of ik ga nu... Wacht, ik ga heel snel even checkpoints maken voor je. Nee, dat hoeft niet. Komt goed. Ja. Ik ga het nu in één keer doen. Kijk, hop. Doei. Hop. Op. Hop. Maar, nou heb ik van jou geleerd. Die andere moest je niet weghakken, dan kon je gewoon afspringen. Goedje. Die kan je dood. Nou, lekker vriendelijk spel. Hè, dit. Ja, maar dan kan je boekenkasten maken. Van koeien. En papier. Zo, kijk hoe snel ik dit even doe. In de val je op. Oh, jammer. Ja? Ja, dan moet je daar springen. Daar. Oh, je hebt jezelf gesaved. Ja, doe ik gewoon even. Jeetje. Ik heb nog steeds al 3 deuren, dus ik kan gewoon daar omhoog bouwen. Ja, maar ik heb er maar 3 en ik weet niet of dat ik het nog nodig heb. Kijk, dit gaat echt super soepel. Maar je zit daar gewoon een blokje onder. Bij dat deur. Kijk eens naar achter. Nee, ik durf niet. Alsof je hier op... Kijk, er zit gewoon nog... Maar ik laat je zo wel zien als je bij dat deur bent, als je niet naar beneden kukelt. Als je bij die brug die ik heb gemaakt naar beneden kukelt. Ik ga... Weer? En nu? Kijk, ga daarop, hierop, daarop, ja daarop. Gaat snel, hè?
Ja. Ja. 10 jaar later. A few moments later. Dat. Oké, ja, die gaan we even inzetten, jongens, tot ik weer ben bij waar ik was. A few moments later. Ik ben weer bij de checkpoint. Dat was de a few moments later. Yes. Dus geen checkpoint überhaupt. Hoe kan dat nou? Waarom leg ik die sprong niet? Moet ik je helpen? Ik dat dan? Even wachten. Waarom red ik die sprong niet? Wat is de truc? Kan ik hem dan? Nee, vertel me maar wat ik moet doen. Ja, dat is onmogelijk dat vertellen. Dat is gewoon erheen lopen en springen. Ja, maar ik kan er niet heen lopen, want het is maar een heel dun... Je kan nu wel. Het is maar een heel dun ijzerbalkje. Ja, moet ik het dan voor je doen? Ik doe het beter. Ja, maar dan is het niet dat ik parcours. Oh, wacht. Ik ben iets vergeten. Oh jee. Wat ben je vergeten dan? Mag ik dat nu even snel doen? Ik weet niet waar je vergeten bent. Is het belangrijk? Nou, mijn boeit dat. Misschien is dat ook wel iets te moeilijk. Ik had niet verwacht dat je zo was. Zo slecht was. Dus dat is wel een beetje... Ja, Ryan, ik speel toch nooit Minecraft? Moet ik je helpen over die ijzeren balk heen? Je loopt gewoon keihard tegen die balk aan. Oké, jongens. Ik... Je mag maar hulp inzetten. Ik denk dat checkpoints beter had geweest. Je mag hulp inzetten. Je mag mijn hulp inzetten. Ik haal het hele parcours voor je. Weet je hoe makkelijk dit is? Weet je... Ja, maar als jij dit hele... Ryan, ik val weer. Ik ga wel tot die ijzeren balkje en dan nog één sprong verder en dan mag jij weer. Hoor je dat? Ja, dit is de laatste keer dat ik het probeer. Dan ga je helemaal... Schatje. Nou, laat jij maar eens zien hoe het moet. Oké. Jongens, dat is moeilijk hoor, voor iemand die geen Minecraft speelt. Als jullie ook Minecraft spelen, vraag het maar eens of tot je moeder dit ook even gaat doen. Of een oma of een opa of oma, een vader. Serieus? Ja, een vader kan nog wel Minecraft spelen als je kijkt naar mijn vader. Ja. Nou, Ryan. Tum, tum, tum. Ja, nu ga ik even... Waarom doe ik ook zo moeilijk? Niet. Ja. Volgens mij doe ik het beter. Nee. Nee. Oh. Let me maar eens op. Ik weet tenminste hoe je moet rennen. Tum, tum, tum. A few moments later. Nee, dat niet bij mij. Oh. Dat is bij jou 10 keer nodig. Kijk maar. Ja, oké. Maar je bent nog niet waar ik was, hè? Ja, hoor. Moeilijk parcours, hè? Het is niet moeilijk. Nee, ik heb hem letterlijk zelf gemaakt en ik heb hem helemaal gehaald. Nou, horen jullie dat? Hij heeft hem zelf gemaakt. Nou. Voor die manneke hier. Vrouweke. Vrouweke. Ik ben je moeder. Ja! Oké. Oh, nou moet ik het niet verpesten. Ja, als je niet meer, je hoeft niet te springen, daar zou ik die tip geven. Moet ik gewoon lopen? Ja. Nee, echt? Ja. Durf ik niet. Doe. Dan val ik dadelijk zo en kijk die lava. Je valt niet naar beneden. Dat heb ik verkeerd gedaan. Dan moet je wel recht vooruit lopen. Oh, oh, ja. Oh, wat is dit? Deze heb je nodig. Een hakbel. Dat is een... Dan kan je geen hout mee haken. En ja, dan moet je door dat obsidian haken. Die op serieus? Obsidian? Ja. Zeg eens. Obsidian. Nee, je zegt dat. Je moet dat wel ergens. Ik hou hem ingedrukt. Ja, dan moet... Ja. Dat is goed, hè? En nee, dat moet niet! Oh. Dat is cheat. Je mag niet cheaten. Dat duurt lang. Moet ik naar beneden of moet ik wel gewoon naar voren? Naar voren! Oh, maar waarvoor is dat...
hoe ik het noem, op serieus. Op serieus. Om het langer te maken. Om de video jaren te laten duren. Nou, dat duurt hij toch wel met je moeder zo. Nou, ik vind dat ik het best goed doe hoor. Ik vind dat ik ook wel een duimpje omhoog verdien. Doe een duimpje omhoog als je mijn moeder goed vindt. En doe... Een duimpje omhoog als je het parcours leuk vindt. Dus doe maar gewoon een duimpje omhoog. En abonneer als je mijn moeder slecht vindt. Kill alle monsters om verder te gaan? Ja, en toen was ik dus die monsters vergeten in te sprongen. Wat houdt dat in? Ik heb die monsters vergeten met te spammen. Die monsters vergeten te ben... Er zitten geen monsters? Nee. Die ben ik dus vergeten. Nou, dus die heb ik allemaal al gekild. Zo, bordje weg. Nee, dat moest niet. Dat is cheater. Oh, nee, dat nu boeit het niet. Ja. En daar zat dus een netherite zwaard in die je nodig had om die monsters te killen. Oh, maar we hebben geen monsters, jongens. We houden het gezellig. Nee, hoe doe ik hem? Nee. Kom. Hoe doe ik hem? Oh, zo. Een rondje ook gewoon echt. Nee, je moet hem wel open doen. Oh. Hey, leuk raampje. Ster kijken. Nee, dat wou ik jou dus bespieken toen jij die monsters ging killen. Oh. Kijk hoe jij dood... Maak hem dan open! Kijk uit, het is wiebelig. Ja, dan moet je wel omhoog springen, hè? Oh, ik dacht wel kijken. Oh, maar niks, nee, fout in het parcours. Yep. Ja, dan kan ik even maken. Oké, okay, wordt even lijf gewerkt aan het parcours. Zo, het is... Kijk uit! Oh, dat was het. Kijk uit, het is wiebelig. Oké. Oeh, jullie weten sowieso wat ik bedoel. Je moet niet terug. Ja, maar hij wiebelt niet. Ga dan doorlopen. Ik zit te wachten tot hij wiebelt. Het was niet eens wiebelig. Oh, het is van een prank. Ik zit de hele tijd te wachten hier, want het wordt wiebelig. Naar deze kant moet je zo eerst heen. Eerst hierin. Oh. Ga dan daarin! Joch! Joch. Nou, oh mijn god, dan moet je helemaal niet. Niet! Nee, maar echt! Laat me dat maar doen. Oh mijn god. Waarom moet ik weer helemaal opnieuw beginnen? Ik ging er toch doorheen, ik moest er doorheen. Je moet erin blijven staan. Nou, ik snap het niet meer. Snappen jullie het nog? Ik vind dat ik het best wel goed doe. Ik vind het wel heel cool hoe je dit maakt, Ryan. Zo, jij doet het snel? Maar ik heb, ik kijk, heb... dat is wel wiebelig. Zo, dan word je helemaal daar. Is nog van. Maar ik heb dit gemaakt. Naar voren. Oh. Doe dit parcoursje moet je ook doen. Wauw, dit is gewoon nog iets. Nog een wereld. Nee, nou dat parcoursje moet je doen. Ja, wat is het parcours? Het gras. Oh. Ik heb het nog makkelijk voor je gemaakt. Okay. Is dat allemaal sneeuw? Dat is zuurstof volgens mij. Ik weet niet eens wat het is. Maar het gras houdt op. Niet, zie. Ja, daar. Ja, het was de bedoeling dat je niet het dan. Ik moet hier wel in blijven. Waar moet ik nou heen? Ik wil snappen het niet meer. Die portal moet je weer in. Je moet die portal weer in. Oh. Ja, goed zo. Hey. Dan moet je niet naar achter lopen. Ga jij weer even zo ver voor mij halen? Ja. Ja. Nou, wat zit daar? Ik vind het knap dat jij dit altijd doet hoor. Ik ben gewend parcours met rennen. Dit is zonder rennen. Oh. Daarom zei ik het is makkelijk. En achter de schermen jongens kunnen we alvast verklappen dat er een
hele gave Minecraft-wereld aan zit te komen. En die wordt helemaal gebouwd op dit moment. Oh ja, oh ja. Ja, dat is zelfs een verrassing nog voor Ryan hoe die eruit komt te zien. Daar wordt al weken aan gewerkt. Die is volgens mij mijn vader aan. Ja, met nog meer mensen. En er wordt al weken hard aan gewerkt. En er gaat binnenkort Ryan een aantal series van opnemen. Dus dat is echt super tof. En dat wordt heel erg gaaf. Maar het kan nog heel eventjes duren. Maar zodra het komt, laat Ryan het ook eventjes weten op Instagram. Het wordt echt een te gekke Minecraft serie. Althans, dat is de bedoeling. Er zitten ook heel veel verrassingen voor jou in. Ja. Ja. Ik ga niet meer die Nender in, want daar ben ik al twee keer van die poort eraf geduwd. Oh, ik had er gewoon langs gekund. Nee, maar je moest sowieso hier eerst in. Oh, oké. Okay. Anders doe je cheaten. Dankjewel. Ja, maar als je doodgaat, dan help ik je wel weer. Oeh. Oh, ik ben bijna bij de finish. Is je kan de trap? Je kan je gewoon blijven lopen. Zonder springen? Ja. Nee. Maar dan moet je door al die spinnenwebben heen. Kijk een slak. Dan ben ik een slakje, kan ik niet springen. Nee. Maar ik heb een zwaard. Nee, dan mag je niet stuk maken. Oh, waarom niet? Dat is cheat. Dan ga ik zo heel sloom zo naar die finish. Je moet gaan zo. Een sloomootje. Oh, ik moest het langer maken. Dit spinnenwebben gedoe. Nou, het is je gelukt, man. Maar, ook mij is het gelukt, hè? Beetje hulp af en toe. Een beetje. Echt niet een beetje. Oh, wat snor, liefie. Ja, nee, je gaat eraf! Dan moet je opnieuw beginnen met die spinnenwebben, hè? Je bent er bijna. Ben er bijna! Waar is die partypopper? Je moet het parcours twee keer doen. Yay! Prank! Nou, waar is de confetti, de ballonnen, alles? Ik heb het gehaald. In hoeveel minuten? In 10 minuten. Nee, kijk eens op de klok daar. 24 minuten. Met het voorkletsen erbij. Nou, ik heb hem gewoon gehaald. Ja, en nu ga ik hem nog een keer doen. Kijk hoe lang jij erover doet. Oké. Nou. Okay, heb je telefoon bij? Die staat daar. Ik heb telefoon bij. Ga ik die stopwoords aanzetten? Oké, okay, ja, jongens, dan gaat het kijken hoe lang ik erover doe. Ik heb hem gedaan in ongeveer 23 minuten. Dat is zo. 3, 2, 1, go. De stopwoords lopen, jongens. Ik ben benieuwd. Hoe lang gaat Ryan erover doen? Oh, dat gaat best snel. Ik dacht dat het heel lang ging duren dan om die aarde weg te hakken. Oh. Ga je hem cheaten? Die doet voor jou. Thanks, hè? Ja, die is handig, hè? Hop, hop, hop. Nou, maar Ryan gaat wel een stuk sneller. Dat heb ik al wel gezien. Maar jij speelt ook wel veel Minecraft, hè? Dan naar beneden vallen. Of achter me bouwen. Dan kan je niet meer meeballen. Nou, hij speelt wel heel veel Minecraft. En Fortnite? Ja, Fortnite ben ik beter in, volgens mij. Fortnite vind je ook leuk, hè? Ja, maar ik ben trouwens. Nou, dit gaat lang duren. Ik ben nog geen één keer afgegaan, hè? Nee, dat is zeker waar. Maar 1 minuutje pas. Dat is niet heel lang. Nee, dat is niet heel lang. 1 minuutje. En dat komt vooral omdat je nu eigenlijk moet wachten tot je hier doorheen bent. Maar dat moest ik ook. Ja, ik ga naar dat portaal nog. Oké. Kijk, die brug is wiebelig. Maar niet heus. Maar niet heus. Daar was ik wel goed geprankt, want ik stond echt te wachten tot die brug wiebelig zou worden.
denk je dat dat überhaupt kan? Ja, maar kijk, hier moest ik kijken waar ik heen moest, hè? Jij doet het gewoon even. Maar jij hebt hem ook gemaakt. Om het even spannend te maken. Kijk, dat kipje daar wachten tot jij over de finish gaat. Die nog één. Ja, maar die staat daar echt te wachten. Oh, hij loopt weg. Hij denkt, duurt te lang. Doei. Hey! Kom terug. Oh, dat mag niet. Het gaat toch niet stuk. Nou. Wel. Maar Ryan speelt dus ook heel graag Fortnite. Dus als jullie een keer een leuke Fortnite video van hem willen zien, dat hij een potje speelt, laat het even weten in de reacties. Hè? Dan kan je misschien een keer Fortnite duel laten zien. Kijk naar het scherm. Hij is stuk! Ik sneller. Klein stukje maar. Maar toch kan je dan ook een keer laten doen, hè? Fortnite, met een kijker of zo. Oh, dat is ook wel heel vet. Ja, als een van jullie zelf Fortnite spelen. Dan kan je het laten weten in de reacties. Dan kies ik iemand uit die met... Ik ga nog slommer. Dan kies ik iemand uit die met mij Fortnite gaat spelen. Oh, dat is wel super vet. En daar dan een video van maken. Ja, dat kunnen we wel doen. Ik denk dat die kijker dan super blij is. Ja, dat is wel heel gaaf. Ik weet zelf niet wie allemaal dat willen. Dus oké, op het einde ga ik het bukken. Als er iemand Fortnite speelt die naar jouw video's kijkt, dat weten we. Denk het wel. Kijk hoe langzaam dit gaat, omdat ik nog extra buk. Dat is wel heel erg tijdverspilling. Nee. Je bent er bijna. Ja, nee, helaas, je bent gevallen. Je moet weer helemaal terug. Oké. Nee. Je was er. Je hebt erover gedaan 4 minuten en 20 seconden. 4 minuten en 20 seconden. Ik ben nog niet over de ding gedaan. Dus 20 minuten. Joink. 20 minuten sneller dan mij. 20 minuten sneller dan mij. Oké, dit was hem dus. Hoe vond je dat ik het deed? Nou. Jongens, kijk daar bovenin. Kijk. Hallo. Nee, wacht, dat is kidden. Nee. Klappen. Oeh, ja. Nou. Oeh, ja. Nou, helemaal leuk. Hé, maar of je vond dat ik het matig deed? Nou, oké. Ik heb het geprobeerd. Ik vond het leuk om te... Oké, ik ga nu de video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal onder deze video. Doei! Doei! En kijk nu in het beeld daar. Daar rechtsbovenin. Doei, zei-ie!